Even korte briefing, als het kan. Gezonde spanning in de studio van Bingo TV. Nog een half uur tot de uitzending. Deze makers mogen dan wel geen professionals zijn. Bingo TV is een bloedserieuze zaak. En de kijkers waarderen dat. Ja, mensen reageerden geweldig op. En kijk, het is ook ons doel om mensen, met mensen allemaal weer even samen te zijn. En spelletjes te doen en mensen live in de uitzending. Hè? Dus het is echt het gevoel dat je weer even samen bent. Zo'n 200 mensen speelden al mee met Bingo TV. 4 of 5 keer zoveel mensen schakelden nog eens in voor de gezelligheid. De bekendheid van het programma werd een beetje geholpen door een column van Sjaak Bral. Presentatrice Marion is ineens een lokale beroemdheid. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Marion Duindam en ik ga voor u de bingo draaien vandaag. En ja, ik zeg altijd, het was vreselijk leuk. En dat heeft heel veel impact gehad. Iedereen kent me nou een beetje. Isaac, 19. Isaac, 19. Maar vandaag trekt iemand anders de nummers. Marion zit aan de kant. Haar collega Misha loopt zich al warm om het over te nemen. Kijk in de camera. Ik wil graag ook in de camera kijken. Hij is natuurlijk ook zenuwachtig. Maar ik heb vooral gezegd, van, doe je eigen ding en in die camera kijken. Want dat is erg belangrijk. De gast bij deze uitzending, darter Jeffrey de Zwaan en politicus en zanger Elias van Hees. Ik wil nou iedereen omarmen. Hoe komt het nou? Als het geluid gecheckt is, nog even snel een tapeje voor het decor en een gelukswens voor de nieuwe presentator. Ik heb hem net succes gewenst, dus ik hoop dat alles goed gaat. Maar hij weet het wel. Beetje zenuwachtig wel, ja. Het is toch anders met die camera en die licht en al die mensen om je heen en iedereen die op je gefocust is. En dan is het zover. Aflevering 3 van Bingo TV is op de zender. Goedemiddag allemaal. En succes, veel plezier, maar vooral veel bingo. En Marion ziet dat de nummers ook bij Misha in vertrouwde handen zijn.